Goedemorgen, lieve gemeente, goedemorgen, kerk van Jezus. Goed dat u er weer bent. Ik ben er ook weer op deze mooie zondagochtend. De laatste zondag dat we niet, dat we nog niet fysiek samenkomen, zeg maar. Volgende week weer wel, zoals u weet. Maar dat neemt niet weg dat ik een geweldige boodschap van God heb ontvangen voor vanochtend. En ik geloof, ik heb het wel vaker hoor, maar ik geloof dat dit echt een boodschap is precies voor de tijd van nu. Echt een actuele boodschap die ja, God in al zijn wijsheid, waarvan God in al zijn wijsheid wist, nu moet het gesproken worden. Dat geloof ik, met heel mijn hart geloof ik daarin. Want de titel van vandaag, de titel van de boodschap is eenheid in een gebroken wereld. Nou, ik wil niet depressief beginnen, maar ik hoef u niet uit te leggen hoe gebroken de wereld is. U kijkt om u heen, u kijkt ook naar het journaal, u ziet ook alle nieuwsberichten, zeker van de laatste tijd. Ik zeg, kom op, 2020, we zijn net een half jaar onderweg en wat wij als wereld ook niet hebben meegemaakt, van de ene crisis naar de andere crisis, lijkt het wel te gaan. En nou goed, u snapt het. We leven in een gevallen wereld. En toch ga ik vandaag spreken over eenheid. Waarom? Omdat Jezus spreekt over eenheid. En ik ga uitleggen wat Jezus daarmee bedoelt, met die bovennatuurlijke eenheid waar Hij het over heeft. Want eenheid van de wereld is anders dan Jezus' eenheid. Maar daarvoor laten we kijken naar Johannes 17, waarin Jezus een gebed uitspreekt tot de Vader. Even een klein beetje context. Jezus was net klaar met zijn laatste instructies geven aan zijn discipelen. En hij wist, het eerstvolgende wat er gaat gebeuren, is dat ik word gevangen genomen om te sterven aan het kruis. En hij had nog één moment samen met de Vader. En dat is het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. En ik lees u een stuk voor vanaf vers 11. Jezus bidt dit tot zijn Vader. Hij zei, Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Vers 14, ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van deze wereld zoals ik niet van deze wereld ben. Heilig hen, Vader, door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, ik bid niet alleen voor de discipelen van nu, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Nou, dat zijn u en ik. Waarom? Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Wauw. Het hogepriesterlijke gebed van Jezus. Vlak voordat hij gevangen genomen werd. Vlak voordat hij gevangen genomen werd om te sterven. Dit is het langste gebed wat in de Bijbel staat, wat we kennen van Jezus. Wat ik al zei, hè, op het laatste moment sprak hij dit gebed uit. En de kern van het gebed, het kernthema van het gebed is eenheid. Eenheid onder Gods kinderen. Eenheid onder Gods volk. Nou, als Jezus dat op dat moment zou bidden tot de Vader, zegt dat dan niet dat dat van essentieel belang is voor Jezus, die eenheid, en voor God de Vader? Als eenheid belangrijk is voor Jezus, zou dat dan niet ook net zo belangrijk moeten zijn voor ons? Maar ja, ik ben begonnen met deze gebroken wereld en van eenheid is nauwelijks nog sprake.
Het lijkt wel, als we naar de wereld kijken, dat de eenheid onder druk staat. Het lijkt wel alsof de wereld onder hoogspanning staat. Sterker nog, het is gewoon zo. Alles wat er gebeurd is, hè, de afgelopen half jaar, alles wat er nu gaande is op dit moment, lieve mensen, ik kan u verzekeren, dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Of het nou de gezondheidscrisis is, de coronacrisis, de economische crisis die daarop volgde, of waar we nu eigenlijk wat daar weer op volgde, het racisme-debat. Het is geen toeval. Maar wat die dingen wel gemeen hebben met elkaar, is het gevolg. En het gevolg van al die dingen is dat mensen uit elkaar worden gerukt. Dat mensen letterlijk en figuurlijk afstand moeten houden. Of het nou die 1,5 meter is, maar kan u verzekeren, geestelijk zijn we nog veel meer dan 1,5 meter uit elkaar, hoor. Er is nog veel meer afstand onderling. In de wereld, maar zelfs ook in de kerk. Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig een mening moet hebben. En dat is prima om een eigen mening te hebben. Ik zeg niet dat je geen mening moet hebben. Iedereen heeft een mening, maar het vervelende is ook, het gevaar is ook daarin, dat het lijkt wel alsof iedereen denkt dat die mening ook steeds harder moet gaan schreeuwen. En iedereen begint maar te schreeuwen zonder met elkaar te gaan praten. Snap je wat ik bedoel? Wat het verschil is? Zoals ik het zie, hè, hebben die dingen nog iets gemeen, en dat is uit wiens brein die dingen komen, en dat is Satan. Dat is onze vijand. We hebben een geestelijke strijd te strijden tegen die vijand. En ik kan u vertellen, die lacht in zijn vuistje op dit moment, hoor. Omdat mensen uit elkaar worden gehaald. Omdat er afstand is, omdat er afscheiding is. En dat is wat hij wil, verdeeldheid brengen. Ook in de kerk, sterker nog, juist eerst in de kerk. Ik hoef u niet te vertellen, hè, als Gods geest een geest van eenheid brengt, dan hoef ik u niet te vertellen wat de geest van de antichrist wil bereiken. De geest van de antichrist wil bereiken dat er verdeeldheid heerst. Dat mensen tegenover elkaar komen te staan. En hij wil het liefst dat de wereld tegenover de kerk komt te staan. En de kerk inperkt in haar invloed en in haar vooruitgang. En daarom, lieve mensen, vandaag wil ik u waarschuwen en meenemen daarin, dat wij ervoor moeten waken dat die verdeeldheid die in de wereld is, dat die geen ingang vindt in de kerk. In de wereldwijde kerk van Jezus Christus. En begrijp je niet verkeerd, ik bedoel daar niet mee zo van, oh, het is ons tegen hen. Hè? Het is een oorlogje of zo. Dat bedoel ik niet, zeker niet. Nee, want het geluid van Jezus, het evangelie van Jezus Christus moet juist in de wereld verkondigd worden en gedeeld worden. Maar laten we eerlijk zijn, welk geluid willen wij nou laten horen als wij niet eens één zijn onderling? En daarbij moeten wij nooit vergeten, en moeten wij niet Gods visie verliezen op dit alles. Omdat we zoveel meningen horen, ik bedoel, je hoeft maar een talkshow aan te zitten en je hebt allerlei meningen, moeten wij ervoor waken dat wij niet meegesleurd worden in die meningen. Waarom? Sommige meningen zijn zelfs prima. Maar het punt is dat wij de mening moeten delen van God. Hoe Hij het ziet, wat zijn visie is op al deze dingen. Wij moeten onze mening altijd eerst baseren op Gods mening, op Gods visie, op hoe Hij het ziet. Het is heel simpel. Alles wat tegen de natuur ingaat van God, dat is niet van God, dat is zondig. Dat is demonisch van aard. Dat klinkt heftig, demonisch. Maar het is heel simpel. Als het niet van God is, ja, als het niet voor God is, ja, dan is het wel van en voor iemand anders. En er zijn maar twee heren. Alles wat tegen de natuur ingaat, of wat tegen de aard ingaat van God, wat tegen zijn woord ingaat, dat is zonde. Dat is puur demonisch. Racisme is demonisch, is zonde. Maar seksisme is ook zonde. Elitarisme, dus het verschil tussen rijk en arm, dat is ook zonde. Alles, elke vorm van onderscheid op basis van
aanzien des persoons. Dat is zonde, want het is niet Gods hart. Niet Gods aard. Hoe hij het wil, hoe hij het ziet. En dat zeg niet ik. Waarom weet ik dat het niet van God is? Omdat het in Gods woord staat. Jacobus 2 vers 9. Dat zegt aanzien des persoons. Dus iemand beoordelen of veroordelen op basis van iemands uiterlijk. Zonder dat je iemands hart kent. Dat is zonde. Daarmee zondig je tegen de wet, zegt Jacobus. En daarom is het zo belangrijk dat wij onze mening, dat wij onze visie, dat wij die baseren op het woord van God. En dat wat God zegt, wat God vindt, wat God denkt, hoe God denkt. En dat we niet de dingen gaan zien zoals de wereld die ziet, maar ook zoals de wereld de dingen verandert of vervormt. Met de tijd veranderen er ook dingen. En sommige dingen ten goede, maar ook niet allemaal. Maar dat is wel precies wat de duivel wil. Die wil eerst ons doen twijfelen aan die waarheden, aan die zekerheden, aan die mening die wij hebben. En vervolgens wil hij dat we die gaan bijstellen. Op basis van bijvoorbeeld wat we nu vaak horen, voortschrijdend inzicht of ontwikkeling van de samenleving. Ontwikkeling van de samenleving is goed, voortschrijdend inzicht is goed, maar soms ook niet. Want soms is die ontwikkeling de verkeerde kant op. En verder weg van God af in plaats van dichter naar God toe. En dat is wat de duivel wil. En dan ga je ook krijgen dat mensen zeggen, ja, die Bijbel, het is gewoon mooi, dan moet je de mooie dingen uithalen. Maar de dingen ook die zeg maar mij tegen de borst stuiten, ja, kom op man, dat is een boek van meer dan 2000 jaar geleden. En ook weer door allerlei mensen geschreven. Dus dat is toch niet meer voor deze tijd, dat is toch al lang achterhaald, dat geldt toch niet meer. Lieve mensen, ik hoop dat u daar tegenin gaat als iemand dat tegen u zegt. Want Gods woord is en blijft staan. En blijft bestaan. En God blijft dezelfde. Toen, nu en tot in alle eeuwigheid. Zijn aard, zijn natuur verandert niet. En zijn woord blijft staan. En daarom is het belangrijk dat wij zijn hart zoeken. Dat wij hem gaan leren kennen, dieper en dieper. Zodat je gaat ontdekken en uitvinden hoe God tegen de dingen aankijkt. Wat zijn visie is en zijn mening is. Dat is eenheid op basis van God. En op basis van Gods woord, op basis van Gods wil. Niet op basis van hoe de wereld eenheid ziet. Want lieve mensen, eenheid in de wereld dat is vaak, staat vaak gelijk aan tolerantie. Maar tolerantie is geen eenheid. Tolerantie is gewoon van, doe maar allemaal wat je zelf wil. Doe maar wat prettig voelt. Doe maar wat jij denkt dat goed is. Weet u wat het motto, wat het motto is van de kerk van Satan wereldwijd? Dat is do what thou wilt. Doe wat je wil. Wees lekker vrij, joh. Dat is ware vrijheid. Doe waar je zin in hebt. Maar wij, Gods kinderen, willen toch doen niet wat we zelf willen. Wij willen doen wat God wil. We bidden namelijk wel. Het onze Vader, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, zo ook hier op aarde. En dan moeten wij wel zijn wil gaan doen. Tolerantie is geen eenheid. Dat neigt vaker meer naar conformiteit, als je niet oppast. Van tolerantie ga je naar conformiteit, dat is geen eenheid. Conformiteit, dat is een mooi woord voor, dat je ergens naar gevormd wordt, je een andere vorm aanneemt. Ja, en als je dat doet naar de wereld, dan word je gelijkvormig aan de wereld. Nou, dat is precies waar Paulus ons in Romeinen 12 voor waarschuwt. Word niet gelijkvormig aan de wereld. En als je kijkt naar het hogepriesterlijk gebed, hè, lieve mensen. Dat Jezus eigenlijk ons oproept, onze opdracht geeft om één te zijn, zoals hij met de Vader één is. De eenheid van God met de Vader, met de Heilige Geest. Het is drie eenheid. Nou, dat is de standaard die God ook wil voor zijn kinderen. Zoals zoals Jezus en de Vader één zijn, zo zouden wij ook één moeten zijn. Dat is wat er staat. Dat is een hoge standaard, de lat ligt hoog. En dat is moeilijk, dat weet ik, zeker die broeder of zuster met wie u vroeger wat gehad heeft, of weet u wel, irritatie of wat dan ook, is moeilijk. Maar het is wel mogelijk.
Want als God iets vraagt aan ons, als God ergens een opdracht toegeeft, dan weet ik ook dat Hij ons de kracht en de wijsheid geeft door de Heilige Geest om het te doen, om het te kunnen doen. Moeilijk is het, maar mogelijk is het ook. Het punt alleen is dat er door heel veel christenen vaak wordt gedacht dat eenheid hetzelfde is als uniformiteit. En uniformiteit is weer wat anders. Er komen heel wat tijden in voor vandaag, maar let goed op, Google het anders. Uniformiteit is wat anders. Uniformiteit, het woord zegt het al, is één van vorm. Nou, één van vorm, dat is niet wat God van ons vraagt hoor. Dat zou betekenen dat wij overal en altijd exact over alles hetzelfde denken. Precies hetzelfde zijn. Nou, wat heb je dan? Dan heb je eigenlijk mensen zonder eigen wil. Dan had God beter robots kunnen scheppen. Die zijn uniform. Maar eenheid is niet hetzelfde als uniformiteit. Dus als wij met een broeder of zuster wat hebben in de gemeente, of ja, je hoort het helaas heel erg vaak, als we het over één klein randzaakje niet met elkaar eens kunnen worden, nou ja, wat gebeurt er dan heel vaak? Niet altijd, maar wel vaak. Ja, dan ga ik toch naar een kerk waar ik wel overal mee eens ben. Maar met dingen eens zijn is geen eenheid hoor, zoals God het wil. De randzaakjes en de dingen die zeg maar niet van fundamenteel belang zijn in ons geloof, ja, daar kan anders over gedacht worden. Eenheid is dat ondanks dat je dat, die diversiteit, dat je dat viert eigenlijk en eert. En de Geest maakt ons één. En over de fundamenten, daar zijn we het over eens. We kunnen het niet altijd en overal met elkaar eens zijn. Dat kan niet. En dat vraagt God ook niet van ons. Die eenheid die Jezus wil voor zijn kerk is anders. Het is ook heel logisch, want het kan niet. Dat kan niet. Want God heeft ons een identiteit gegeven met een persoonlijkheid. We hebben allemaal dingen meegemaakt in ons verleden. We komen allemaal uit een andere cultuur. Dus we zijn niet allemaal hetzelfde. We brengen allemaal onze eigen persoonlijkheid mee in het lichaam van Christus. Maar in het lichaam van Christus zijn we wel één. Allemaal verschillend, maar wel één. God zal nooit van ons vragen of jij jouw cultuur wil verloochenen, of jij jouw ras wil vergeten of zo. Nooit. Maar wat Jezus wel wil, wat God wel wil, is dat die dingen van onze identiteit nooit de boventoon gaan voeren boven de Bijbelse waarheid. En de Bijbelse waarheid is dat u en ik, vanaf onze bekering, vanaf onze redding door het bloed van Jezus, hebben wij een nieuwe identiteit gekregen in Christus. Door het bloed van Jezus. Dat is de Bijbelse waarheid. En die moet altijd gaan boven onze aardse dingen. En het aardse ding is dus ook je aardse identiteit. Nogmaals, ik hoef niet mijn roots te vergeten. Helemaal niet. Maar het is wel zo, die zijn voor mij van ondergeschikt belang, die komen daarna. Want altijd en eerst ben ik een kind van God. En is mijn identiteit in Christus. Amen, hoop ik dat u zegt nu op dit moment. En daarom is de kerk de plek waar die diversiteit, waar die verscheidenheid moet worden geëerd. Want ik zei het al, het is niet de mens die één maakt, het is de Geest die één maakt. Efeze 4 vers 3, zo roep ik u op, zegt Paulus, om u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. Een prachtige tekst. Zo roep ik u op, zo geef ik u de opdracht om alles eraan te doen om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. Nou, die Bijbeltekst zegt het al, bewaar de eenheid. Wij kunnen geen eenheid creëren, wij kunnen geen eenheid scheppen, hoe we ook ons best doen. De mens kan geen eenheid creëren. Gods Geest heeft die eenheid gecreëerd, heeft die eenheid gegeven. Wij hebben de verantwoordelijkheid om die eenheid te bewaren. En ik heb het vaker het plaatje geschetst als een orkest. Met allerlei verschillende instrumenten. Iedereen in zijn eigen sectie. Met blaasinstrumenten, met slaginstrumenten, met snaarinstrumenten. Maar dat orkest heeft allemaal wel één en hetzelfde doel. Één en hetzelfde verlangen. Één en hetzelfde visie. Één en hetzelfde. Hun neuzen staan dezelfde richting op. Ze willen allemaal succes hebben. En het mooiste muziekstuk spelen wat ze ooit hebben gespeeld. En we hebben ook allemaal
hebben wij één dirigent, met de hoofdletter D, die ons dirigeert, die ons leidt daarin. Zonder een dirigent is een orkest hopeloos verloren. En zo'n dirigent ook altijd met zo'n stokje. Ik weet niet hoe dat heet. Een stokkie. Hij zwaait met dat stokje en dat geeft de richting aan. Dat is het middel waarmee hij die eenheid bewaart, zo gezegd. Nou, de Heilige Geest, met alle respect gezegd, heeft ook zo'n stok. En dat is de eerste vrucht van de Geest. En dat is de liefde. De liefde, de onderlinge liefde. Daarmee doet hij dat. En daarmee bewaren we door de band van de vrede de eenheid. Dus ja, zijn we het overal over eens? Nee, dat kan niet. Denken we altijd overal hetzelfde over? Nee. Maar hebben wij hetzelfde doel? Hebben we dezelfde visie? Hebben we hetzelfde verlangen? Ja, dat is Jezus. Hebben we hetzelfde fundament van ons geloof? Ja, dat is Jezus. En daarom moeten we daar ook onze mening op baseren, onze visie op baseren, wat Jezus zegt. Als je thuis dit hogepriesterlijk gebed goed gaat nalezen, dan zie je dat die eenheid waar Jezus over spreekt, dat verschillende vruchten met zich meebrengt. Onder andere blijdschap staat er. Maar twee, die ik heel belangrijk vind en waar ik het verder over ga hebben, is die eenheid waar Jezus over spreekt, dat geeft, dat zorgt ervoor. Nee, dat is een getuigenis voor de wereld. Eenheid is een getuigenis voor de wereld. En de eenheid onder Gods kinderen openbaart de heerlijkheid van God hier op aarde. Wauw. Onze eenheid, onze onderlinge liefde, is een getuigenis van de liefde van Jezus. En daardoor wordt de glorie, de heerlijkheid geopenbaard. Ben je op zoek? Verlang je naar Gods glorie, om die te zien hier op aarde? Om Gods koninkrijk te zien doorbreken hier op aarde? Besteed aandacht en investeer in de eenheid onder Gods kinderen. Nou, hoe? Hoe wordt eenheid een getuigenis? Hoe zorgt eenheid ervoor dat Gods glorie geopenbaard wordt? Door onszelf te isoleren? Door onszelf op een afstand te houden en te zwijgen? Door alles en iedereen te tolereren en onszelf te conformeren aan de wereld? Of de andere kant op, hè, dat kan ook, dat we continu bezig zijn om onze mening te ventileren, overal, waar het ook maar kan, en mensen te overtuigen van die mening, en die mening te willen opleggen, en te bekvechten met elkaar, en anderen te veroordelen die niet zo denken. Lieve mensen, geen van beide. Geen van beide, onze positie is hoger dan dat. En daar bedoel ik niet mee van, oh, we kijken neer of op mensen, helemaal niet. Maar onze positie, we zijn gezeten in de hemelse gewesten met Jezus. Wij zijn hemelburgers. En daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om een ander geluid te laten horen. Om een ander systeem, niet het systeem van de wereld, niet het antichristelijk systeem, maar het systeem van het koninkrijk van de hemel, hier te laten zien op aarde. En daarvan te getuigen. Ja, lieve mensen, ja, het is makkelijker om jezelf af te sluiten van de wereld. En maar vanuit die ivoren toren te oordelen. Het is makkelijk om alles maar goed te keuren. Het is makkelijk om elke discussie uit de weg te gaan. Het is makkelijk om je aan te sluiten bij welke mening ook maar heerst nu op dit moment. Want er is altijd wel een heersende mening met de hardste roepers. Dat is makkelijk om je daarbij aan te sluiten. Maar lieve mensen, dat is niet wie God heeft geroepen om zijn volk te zijn hier in deze wereld. Hij heeft ons geroepen als een heilig en apart gezet volk. Maar wel een volk dat niet apart ergens blijft en de muren sluit en de deuren van de kerk sluit. Nee, maar een volk heilig. Een heilig volk, maar wel een volk dat de wereld ingaat om de wereld te beïnvloeden met de boodschap van genade, van waarheid. Van Jezus Christus. Ik heb ooit een keer gesproken over de perfecte balans tussen genade en waarheid over de overspelige vrouw. In Johannes 8, daar ga ik het nu niet over hebben, maar lees dat zelf eens. En daar zie je hoe Jezus perfect de balans tussen genade en waarheid vond voor die vrouw. En die twee gecombineerd, genade en waarheid, dat brengt verzoening. Dat brengt verzoening.
2 Korinthe 5, vers 18 en 19, daar staat: en dit alles is uit God, zegt Paulus, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Wij zijn verzoend met God door Jezus Christus. En God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Het woord van de verzoening heeft God in ons gelegd, vanaf het moment dat wij verzoend zijn met hem. En die boodschap, dat woord, moeten wij brengen in de wereld. Een woord van verzoening, een boodschap van verzoening in genade en waarheid. Om mensen te verzoenen met hun schepper. Dat is het hele doel. Dat hebben wij ervaren. Dat hebben wij ervaren. Daarom leven wij nu een leven in vrijheid. Omdat wij verzoend zijn door het bloed van Jezus met de Vader. Wij hebben vrede met God door wat Jezus voor ons gedaan heeft. En die vrede, die zouden wij toch ook wensen aan elke schepsel van de schepper. Elke zoon en dochter van God. Wij zijn verzoend om die verzoening te proclameren in deze wereld. Dat is de reden waarom Jezus bidt in dat hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. Dat Jezus bidt: o Vader, ik bid u niet dat u hen, dat u mijn discipelen, dat u uw kinderen uit de wereld wegneemt. Nee, u moet ze daar laten met het doel om die verzoening te verkondigen in deze wereld. Als die verzoening van ons alleen voldoende was, ja, dan had God ons meteen uit de wereld gehaald nadat we bekeerd waren. Ja, toch? Ja, maar Jordi, ja, weet je, het klinkt allemaal heel mooi wat je zegt. Of misschien vind je het helemaal nergens naar klinken, omdat je denkt van, oh, dit is niet leuk om te horen. Geef niet, het is Gods woord. Jezus, die zei ook: ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen. Nou, niet om verdeeldheid te brengen, maar ik ben er en dat zorgt voor verdeeldheid ook. Dus ja, Jordi, legt dat dan maar uit. Jezus bracht ook verdeeldheid. Nou, ik zal het uitleggen. Jezus kwam en hij verspreidde het goede nieuws. En het goede nieuws verzoent, maar verdeelt tegelijkertijd ook. Waarom? Omdat er altijd een groep mensen is die de verzoeningsboodschap aannemen, of die verzoeningsboodschap afwijzen. Die Jezus aannemen of die Jezus afwijzen. En ja, omdat mensen hun eigen wil hebben, kan dat en mag dat. Maar daardoor is er ook wel verdeeldheid tussen die twee groepen. Maar Jezus heeft niets anders ten doel dan verzoening, hoor. Hij wil al zijn kinderen bij zich hebben. Alle schepsels van de Vader wil hij bij zich hebben, wil die één hebben met de Vader. Maar verdeeldheid komt omdat sommige mensen het niet aannemen en het afwijzen en Jezus afwijzen en het offer van Jezus afwijzen. Maar dat mag ons niet weerhouden van die ene simpele opdracht die God ons gegeven heeft. En dat is dat wij het volk zouden moeten zijn van verzoening. Onderling en daarna naar de wereld toe. Die verzoeningsboodschap moeten brengen. Zelfs met hen die onverzoenbaar lijken. Want ik zal je wat vertellen. Er zijn christenen die nadat ze gered zijn, dat ze zich hoger voelen dan ongelovigen. Nou, ik kan je uit die bubbel helpen. Wij allemaal waren onverzoenbaar. Het Gods woord noemt ons allemaal vijanden van God. Maar toen kwam Jezus. En dat is puur genade dat wij verzoend zijn door hem. Wij waren ook onverzoenbaar, hoor, van onszelf. Wij konden onszelf niet verzoenen met de Vader. Het is omdat Jezus het heeft gedaan. Voor ons. Het kruis van Jezus. Daarom dank ik God voor het kruis van zijn zoon Jezus. Halleluja voor dat kruis. Altijd. Het kruis bracht herstel. Het kruis bracht verzoening. Het kruis bracht vernieuwing voor ons. Voor u en voor mij. Voor jou en voor mij. Het kruis is het symbool van eenheid. Van vrede tussen creator en creatie. Vrede tussen God en mens. Vrede tussen hemel en aarde. Zo, verticaal, maar ook van daaruit vrede en eenheid onder elkaar en onderling.
1 Johannes 4, vers 10 tot 11. Ik heb het even hier opgeschreven. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had. En zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Zoals God ons lief had, zo moeten wij ook elkaar lief hebben. Zoals God ons wilde verzoenen door zijn Zoon, zo moeten wij ook onderling verzoend zijn. Altijd eerst met God moeten we verzoend zijn, vervolgens onderling verzoend zijn en daarna verzoend zijn en één zijn. Of tenminste die verzoening brengen in de wereld. Liefhebben, dat is onze taak, dat is onze verantwoordelijkheid. En verschillen onderling, anders denkenden, anders gelovigen, dat mag nooit een belemmering zijn voor ons om hun lief te hebben. Ook de mensen die anders zijn dan jij, die iets anders geloven. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is het gebod van Jezus. En no strings attached. Geen voorwaarden daaraan. Lief hebben, punt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is onze taak. En dan een disclaimer daarbij. Lief hebben betekent niet altijd alles maar goedkeuren van een ander. Lief hebben betekent niet iedereen maar zijn gang laten gaan. Want het zou zomaar kunnen dat ze de verkeerde kant op gaan. Is dat dan liefhebben? Door niks te zeggen dan? Liefhebben is toch juist dat je dan wil waarschuwen en zeggen van, oh, ik wil zo graag dat je die kant op gaat, want ik weet dat het daar veel beter is voor jou. Dat is liefhebben. En we moeten niet zwijgen. We kunnen niet zwijgen door die liefde. Door die vurige, brandende liefde van Jezus in ons. En daarom moeten wij de dingen benoemen zoals God ze ziet. En we moeten de dingen benoemen naar Gods maatstaven. Niet naar onze maatstaven, niet naar de werelds maatstaven, maar naar Gods maatstaven. Als God iets zonde noemt, dan is het zonde. Niet omdat we iemand daarop veroordelen, maar omdat je van diegene juist houdt. Juist als wij zonde benoemen, lieve broeder en lieve zuster, als wij durven zonde te benoemen, ook naar onze kinderen of andere naasten of geliefden. Wees niet bang om dat te doen. Want je doet het uit liefde. Vraag God om wijsheid. Vraag God om de perfecte balans tussen genade en waarheid. En het zal verzoening brengen. Want als wij zonde gaan benoemen, dan kan er vergeving zijn. En waar vergeving is, zal genezing zijn. En waar genezing is, daar zal heelheid zijn. Waar heelheid is, daar zal eenheid zijn. En waar eenheid is, daar valt de glorie van God op een machtige manier. Waar eenheid is, daar zal opwekking zijn. Daar zal revival zijn. Daar zal een nieuwe frisse uitstorting van de Heilige Geest zijn. Daar zal de wind van de hemel gaan blazen. In ons allemaal, en in onze gemeente, en in onze huizen. En in de hele wereld, door ons heen. Door eenheid kan er opwekking zijn. De evangelist Dwight Moody, D.L. Moody, die zei eens, ik heb nog nooit gehoord dat de geest van God werkt waar Gods volk verdeeld is. Waar Gods volk verdeeld is, waar een verdeeldheid heerst onder Gods kinderen, daar kan Gods geest niet werken. Daar kan Gods geest niet bewegen zoals hij wil bewegen. Dus vertel mij, zonder eenheid, hoe zou de Heilige Geest moeten zijn gekomen op die eerste Pinksterdag, in Handelingen 2. In Handelingen 2 staat dat de discipelen, dat die 120, ze waren eensgezind bij elkaar. Ze waren eensgezind bijeen, wachtend op de belofte van de Heilige Geest. Ze waren eensgezind bijeen. Eensgezind betekent één van gezindheid. En dat betekent één van gedachten, één van hart, één van ziel. Met één verlangen, zich uitstrekkend en verwachtend. Dat wat Jezus had beloofd, dat komen zou, de Heilige Geest. De eerste gemeente, hè, die bestond in een wereld ook vol haat naar hun toe. Ook vol verdrukking, ook vol onderdrukking. Vol vervolging. Maar juist door hun eenheid te bewaren en door hun onderlinge liefde werden ze herkend. En waren ze een getuige van Jezus Christus. Ik heb het vaker de laatste tijd gehad over de verschillende revivals.
En ja, vooruit nog één keer over die Azusa Street Revival, heel kort. Omdat het zo actueel is nu voor ons vandaag. Maar toen, in 1906, toen die opwekking begon daar in Los Angeles. Die opwekking werd geleid door William Seymour. En ik ga u heel kort vertellen, William Seymour was een donkere man. Was een zoon van slaven. En in die tijd, ik hoop dat ik u het niet hoef uit te leggen hoe ongelooflijk moeilijk die tijd was voor donkere mensen. Hij was een zoon van slaven. En hij had ook zijn uiterlijk niet mee. Waarom? En dan heb ik het niet over kleur, natuurlijk niet. Maar hij had in zijn jonge jaren de pokken gehad. En in die tijd van de pokken zou je zo sterven. Hij niet gelukkig, maar wel het gevolg was dat hij blind was aan zijn oog. En dat zijn hele gezicht vol zat met littekens door die pokken. Nou, ik hoef u niet te vertellen waar hij op de sociale ladder stond op dat moment. Op dat moment, hè, vierde de Ku Klux Klan, vierde hoogtij. In de zuidelijke staten van Amerika, man, die Ku Klux Klan die heerste daar. Er bestonden rassenwetten. En die wetten die zeiden en die bepaalden dat wit en zwart niet bij elkaar in één ruimte mochten zitten. Deze William Seymour die zat, als hij een preek wilde horen op de Bijbelschool waar hij zat, als hij een preek wilde luisteren, dan mocht hij niet in dezelfde ruimte zitten als alle blanke mensen en mocht hij niet in dezelfde ruimte zitten bij die spreker, want die was ook blank. Maar hij mocht, en moest, niet mocht, hij moest op de hal zitten en de deur op een kiertje, zodat hij wel de preek kon horen. Maar God, in al zijn wijsheid, koos William Seymour uit om deze opwekking te leiden. Een opwekking die de Pinksterbeweging, die de moderne Pinksterbeweging in gang heeft gezet. Waardoor wij nu hier zijn, geloof ik. Waardoor er zoveel Pinkstergemeentes zijn op dit moment wereldwijd. En door zijn leiding, door de Heilige Geest natuurlijk, verspreidde dat vuur zich over alle landen van de wereld. Waardoor er miljoenen mensen tot Jezus kwamen. Hij, juist hij, werd door God gekozen. Werd door God gekozen om die opwekking te leiden. Een opwekking die bestond uit alle kleuren. Wit, zwart, geel, rijk, arm, man, vrouw, alles kwam samen daar. In die kleine schuur in Azusa Street, wil ik bijna zeggen. Mensen werden volgepropt naast elkaar, rijk, arm, wat ik al zei, wit of zwart. De Heilige Geest doorbrak en doorbreekt vandaag nog steeds alle barrières. Barrières van leeftijd, barrières van geslacht, barrières van ras. De Heilige Geest maakt één. Want de profetie van Joël in Joël 2 vers 28 zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ongeacht leeftijd, ongeacht geslacht, ongeacht kleur. De Heilige Geest maakt één en verenigt. Frank Bartelman, dat was een ooggetuige van die revival die daar in die tijd leefde en die hield een boek bij. En die zei eens, alle grenzen van kleur, alle scheidingen van ras werden weggewassen door het bloed van Jezus. Er was maar één kleur die destijds daar heerste en die daar belangrijk was. En dat was de kleur van het bloed van Jezus. Halleluja, halleluja. Dat is eenheid. In de geest. Dat is de hemel op aarde. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Galaten 3 vers 26 tot 28, mijn laatste Bijbeltekst. Want u bent allen kinderen van God door uw geloof in Christus Jezus. Want allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus en prijs de Heilige Geest voor de eenheid die Hij brengt. God zal zijn geest opnieuw uitstorten op alle vlees. God is op dit moment, ik geloof, bezig om ons, om de kerk voor te bereiden voor die grote opwekking die eraan komt. En die deze opwekking, Azusa, en welke opwekking in de geschiedenis van de wereld er ook geweest is, zal overtreffen in heerlijkheid, in glorie, in majesteit. Halleluja. Maar het hangt af van onze eenheid,
Hoe snel die opwekking eraan komt. Hoe snel de kerk beweegt. Ik zag afgelopen week een quote op Instagram. Heel mooi. De kerk, wij dus, de kerk beweegt op het tempo van haar eenheid. Met andere woorden, naar de mate van eenheid is, hoe de mate van eenheid is in de kerk, zo beweegt zij zich voort. Zo bereikt de kerk zijn doelen. Dat is afhankelijk van haar eenheid. De sterkte van de kerk, de gezondheid van de kerk van Christus, zie je aan haar eenheid en haar onderlinge liefde. Want een verdeelde kerk, lieve mensen, is een zwakke kerk. U kent vast het gezegde wel, united we stand, divided we fall. Als wij verdeeld zijn, zijn we zwak en dan zullen we vallen. Als de kerk, ik vraag me soms wel eens af, als de kerk één was gebleven. Als de kerk één was gebleven vanaf die eerste Pinksterdag. Nou, dan durf ik wel te zeggen dat de wereld er heel anders uit had gezien. Het vuur van Azusa zelfs werd destijds gestopt door verdeeldheid, door de verdeeldheid die er heerste onder Gods kinderen. Want ook daar sloop verdeeldheid en meningen vanuit de wereld, die slopen daar naar binnen. En die braken het vuur af van de Heilige Geest. Onder andere over ras. Die druk werd groot vanuit de wereld. Omdat ze daar allemaal samen zaten. En daardoor vielen ze uit elkaar. Maar ook door verschillende leren, door leerstellingen. Oh, ik ben het daar niet mee eens, ik ben het met dat punt niet eens. Nou, lieve mensen, dat zou een waarschuwing moeten zijn voor ons als kerk in 2020. Daar zouden wij van moeten leren. Diezelfde Frank Barthelmen die zei in zijn boek, elke nieuwe splitsing of scheuring in de kerk geeft de wereld een tegengesteld beeld van de eenheid van het lichaam van Christus en van de geloofwaardigheid van het evangelie. Hij gaat verder, de geest werkt aan de eenheid van de gelovigen vandaag, voor het ene lichaam dat beantwoordt aan het gebed van Jezus zelf, opdat zij allen één zijn en de wereld zou geloven. Lieve mensen, als wij één zijn, als lichaam van Christus, hoe anders en hoe verschillend wij ook zijn, maar als wij één zijn, dan brengen wij een machtige getuigenis naar de wereld en zal de wereld geloven, omdat ze de liefde zien van Jezus. En daarom geloof ik dat, ook al hebben we daar misschien al onze voorgaande jaren van ons bekeerd leven niet bij stilgestaan. Of moeten we vergeving vragen aan de Heer? Dat we alleen maar bezig waren met ons eigen ik, met ons eigen belang en daardoor mensen hebben weggejaagd. Of ruzie hebben gemaakt met mensen, ook binnen de kerk. Kom vandaag dan. Kom, val op je knieën, buig voor Jezus. En vraag vergeving voor al die jaren dat je daar meer mee bezig was dan met die heerlijkheid van de hemel. En met zijn koninkrijk. En met de getuigenis te zijn, een getuige te zijn van Jezus. Maar ik geloof dat God de jaren zal vergoeden. Als die grote opwekking eraan komt en de wereld zal zien wie Jezus is. Maar daarvoor is nu de tijd. Juist in deze wereld van chaos, van onrust en van strijd onderling. En afscheiding en afstand onder elkaar. Juist nu is het de tijd dat de kerk weer verenigd wordt. Dus ook nu, u, individueel, ieder, stuk voor stuk, één voor één. Hoe is je hart? Hoe kijkt jouw hart naar anders denkenden of anders gelovigen? Hoe is jouw karakter nu? Is die al voldoende gevormd naar het beeld van Jezus? Doe je er alles aan om de eenheid te bewaren door de band van de vrede? Heb je lief zoals Jezus? Breng je zijn liefde en eenheid in deze gebroken wereld? Ben jij een voorvechter van verzoening? Welk geluid laat jij horen als christen? Is het een geluid dat verdeeldheid brengt? Of is het geluid wat verzoening brengt? Als het een geluid wat verdeeldheid brengt, is het dan een geluid wat verdeeldheid brengt op basis wel van het evangelie? Want we hebben net gehoord dat het ook verdeeldheid brengt, omdat sommigen het niet aannemen. Maar welk geluid laat je horen? Hoe is je hart? Het is nu de tijd voor de kerk om op te staan. Want wij hebben de verantwoordelijkheid als kinderen van God om de eenheid onderling te bewaren eerst. En van daaruit de weg te bereiden voor de eenheid in de wereld. Eenheid in het lichaam van Jezus is niet optioneel. Het is een opdracht.
Wij zijn één. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn een deel van het koor. Wij zijn een deel van het leger van God. En als wij die eenheid bewaren onderling, dan zijn wij een verenigde kracht, een macht die niet te stoppen is. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Sta zij aan zij. Ook al is het fysiek 1,5 meter. Sta zij aan zij en blijf staan. Dreigt iemand te vallen, richt hem op. Wees één. We zijn allemaal leden, één lichaam, één leden, afzonderlijk van elkaar. Een verenigde kerk is een sterke, krachtige, overwinnende kerk. Dat is een kerk die de werken van de duivel verbreekt in de naam van Jezus en voor de glorie van God. Laten we samen bidden. Vader, ik dank u. Oh, ik ben u zo dankbaar. Ik ben u zo dankbaar voor dit woord, lieve Jezus. Vader, u heeft gesproken tot het hart van ons allemaal. En u spreekt in het hart van iedereen die kijkt en die nog gaat kijken. En die deze boodschap hoort. Misschien een boodschap die confronterend is. Maar liever confrontatie door het woord van God dan conformiteit aan de wereld. Vader, vergeef ons. Vergeef ons als wij vele jaren verspild hebben door alleen maar bezig te zijn met onszelf. Vergeef ons als wij niet bezig waren met de redding van zielen en met de expansion van uw koninkrijk, maar dat we alleen bezig waren met ons eigen koninkrijk. Vergeef ons dat wij als gemeentes, als kerk van Jezus, in onszelf gekeerd waren. Vader, vergeef ons. En Vader, in al uw genade bidden wij dat u de jaren zal vergoeden die wij vergooid hebben. En dat u ze zult vergoeden, maar dat we dan ook echt nu de beslissing zullen nemen om niet meer terug te vallen, maar altijd te gaan en te doen uw wil en uw koninkrijk te zien doorbreken hier op aarde. Dat is ons doel. Heer, u bent ons doel. Heer, vergeef ons als er zoveel onnodige scheuringen zijn geweest in uw gemeente. Heer, het breekt uw hart. Het breekt uw hart. Vader, vergeef ons. Vader, herstel ons opnieuw. Herstel het vuur in ons opnieuw. Vader, herstel ook als wij de geweldige genade en waarheid, de verzoening van uw offer aan het kruis van Calvary, als wij die uit het oog zijn verloren. Vader, herstel het in ons, dat we zien hoe groot die genade van u was. Omdat wij die ook willen laten zien en willen brengen in de wereld. Omdat wij lief hebben, zoals u lief had. Zoals u ons heeft lief gehad toen wij nog vijanden van u waren. Vader, dank voor genade. Dank u voor waarheid die ons altijd weer op het rechte spoor brengt en op het rechte spoor houdt. Ga heen en zondig niet meer, zei u tegen die overspelige vrouw. Dat is genade en waarheid. Dank u, Jezus. Vader, ik bid u ook, o Heilige Geest, om ons te vullen met al uw wijsheid, met uw vrede, met uw liefde. Heer, dat zelfs te midden van de stormen van deze wereld, Heer, dat wij de vrede van God zullen uitstralen, maar ook zullen brengen naar de wereld die die vrede ook zoekt. Onbewust misschien, maar ze zoeken ook naar die vrede met hun hemelse Vader. Heer, en die willen wij brengen. Heer, tot opbouw van uw lichaam. Tot opbouw van uw gemeente en tot opbouw van uw koninkrijk. Vader, we danken u voor vandaag. En lieve mensen, ik wil u zo zegenen met dit woord. Ik wil u zegenen met dit gebed. En u zegenen met de zegen vanuit de hemel van onze Vader. Met de liefde van onze Vader wil ik u zegenen. Met de genade van zijn Zoon Jezus. En met de krachtige aanwezigheid, presence van zijn Heilige Geest. Die u leidt in alle waarheid. Die u leidt in alle wijsheid en in alle liefde. In Jezus' naam. Amen. One heart with head, one mind connected, one body unified. Bind us together, now and forever. Jesus be glory. Come on, sing and make us.
dit keer naar de online boodschap van onze junior pastor Jordy. Het is natuurlijk een super actuele boodschap voor vandaag de dag. Eenheid in een gebroken wereld. Ik hoop ook dat u hierdoor aangemoedigd bent om samen als kerk, maar ook als individu, het voorbeeld te geven in eenheid. En dat we ook echt met elkaar verbonden zullen zijn en die eenheid ook mogen laten zien aan de mensen buiten de kerkmuren, overal waar we komen. We gaan even door naar de jarigen. Afgelopen maandag 22 juni was ik jarig. Woehoe! En de dag erna, 23 juni, was broeder Rob van S jarig. En 25 juni was zuster Yvonne Loran jarig. Dus iedereen van harte gefeliciteerd. Gods rijke zegen. En we zien uit naar wat God gaat doen in jullie nieuwe levensjaar. En we bidden voor jullie. En even kijken. Dan gaan we door naar aankomende woensdag. Dan hebben we een midweek message met zuster Mirjam Veen. Zij zal een woord met ons delen. En dat is Zing een Nieuw Lied. En ze zien ernaar uit. En schakel in woensdag 19:30. Verder waren dit eigenlijk de laatste officiële opnames voor zondag. Dus NTG Kids Online zal niet meer komen, want de kerk gaat weer open. Woehoe! Dus die komt gewoon, die kunnen gewoon weer lekker naar de zondagschool. En de normale boodschap, de NTG online boodschap, die blijft nog wel online komen. Maar dat zal waarschijnlijk op maandag of dinsdag online komen. Omdat we natuurlijk ook gewoon weer op zondag open gaan en dan kerkdiensten hebben. Als het goed is, heeft u ook allemaal de brief ontvangen van de gemeente, waarbij ook NTG coronaprotocol zat. Hierin vindt u het beleid van ons als gemeente. Nou, mocht u geen lid zijn van onze gemeente, dan kunt u vanaf vandaag het coronaprotocol, dus het beleid dat wij hanteren in onze gemeente, kunt u online vinden op onze website www.ntghetmorgenlicht.nl. Mocht u lid zijn en de brief niet hebben ontvangen, dan kunt u nog even contact opnemen met uw oudste of de diaken waar u onder valt. En dan gaat het helemaal goed komen. Zoals u weet komt het giftfilmpje ook hierna aan het einde. Krijgt u weer te zien. Dus als u een gift wil overmaken, dan kan dat. De QR-code komt in beeld, even als onze bankgegevens. En nog één laatste keer vanaf deze plek. Hartelijk dank voor al die giften, voor al jouw giften. We zijn enorm dankbaar voor, niet omdat het voor ons is, maar omdat het voor God is. Dus heel erg bedankt voor alles wat u heeft gegeven de afgelopen periode. Ook juist in deze coronatijd. Zijn we heel erg dankbaar dat u bent blijven geven, dat jij bent blijven geven en dat u en jij de gemeente hebben gesteund. Dank daarvoor. Nou, ik zou zeggen, tot volgende week. Dan zien we de eerste groep A. Hebben we er zin in? We zien jullie dan. Doei!